Lezen. Ja, namens mezelf uiteraard, maar vooral namens onze vrijwilligers en de mensen van Berg en de Maas. Want die hebben zich weer een jaar lang, een maand lang, wekenlang uitgesloofd om voor u op de weg te zetten. Onder andere culturele snoet, maar ook van alles anders ook. Nou, de culturele snoet, Robert heeft al aangegeven dat jij over vrije tijd. Daar ga ik niks over vertellen, want Robert en Natasha die kennen dat veel beter. Maar omdat je vanmiddag vrije tijd hebt, want anders word je niet die, moet je vooral niet weggaan naar de stoet. Je hebt een heleboel vrije tijd en weer hebben in de vrije tijd van alles voor u geregeld. Aan die kant, voor de luwe op ik niet zedig, ik weet niet of dat is volgens mij zuidelijk, daar van de kermis. Aan de andere kant, over een feestband, daar voor allerlei evenementen voor u opgeboet, voor de kleintjes, voor de grote, je kent toch een eten, je kent toch een drinkje. Om half vier start door een gezellige middag met Limburgse artiesten. Ik ga ze niet allemaal opnemen, maar ik ben Benny zeg, dat weet je al genoeg. Dat mond uit, zoveel. Als je dan nog zit in DJ Ben Bastion, ik heb gisteren gezegd dat ze ouder 70 bent, moest je dan niet meer heen gaan. Maar onder de 70 moet nog kennen. Gerop, als je legaal betaalt, dan heb je de bond, dan krijg je een gratis consumptie. Ga die vooral opdrinken. Drinken ze nog een paar de bier. En dan hopen we weer dat je vanmiddag een gezellige middag hebt. Nou, ik wens je, ik ga ermee stoppen, want je bent net voor mij gekomen. En een hele, hele fijne middag. Ik hoop dat de gezagheid niet regent, dus blijf hier. En voordat we beginnen, wil ik jij het woord geven aan onze nieuwe gedeputeerde van cultuur. En ook andere zaken, maar vooral cultuur in dit geval, Gert Koopman. Bedankt en een prettige middag. Maas, andere inwoners van de gemeente Stijn. En natuurlijk ook veel lui die van moeite gekomen zijn, die verzetten natuurlijk ook. Hartelijk welkom allemaal. Mooi dat je allemaal heen ziet. Ik vind het zelf heerlijk om ook even te mogen staan. Onder het zonnetje, wijvende vorig jaar ik die nog van deze prachtige gemeente. Waarnemend burgemeester mag zien. Heerlijk om weer bij deze culturele stoet aanwezig te mogen zien. Schoot dat hij in de toeschouwers ook nog een aantal vertegenwoordigers van het gemeentebestuur zitten. Met al de Janssen, met al de Hendricks. Ik weet nog gewoon vorig jaar, er wordt een soort wedstrijdje aan de gang. Gewoon een close finish worden aan de gang. Maar wij eigenlijk vanuit de Rota, het college, het eerste de centen beschikbaar stelde voor de nieuw loods. Die moet gewoon komen en dat er van plaats. Ik weet nog steeds niet precies. Wij toen eigenlijk het eerste woord. Ja, Matte zit er ook een beetje bij te lachen. Maar ik weet niet meer precies wie het eerste woord. Maar toen word ik al te merken dat in het gemeentebestuur eigenlijk datgene wat in die herten van iedereen heen in Berg en de Maas, in al die buurten speelt en in de ganse gemeente leeft. Namelijk, het is het moment dat ze dat moeten zien in Berg aan de Maas. Geniet er allemaal van. Bedoel de provincie wensen wij iedereen vandaag een hele mooie dag. En ik zou zeggen, tot slot, voor alle vrijwilligers en zeker voor de voorzitter van Ed, die neemt die prachtige koningin zit, Robin, een luid applaus. Want wie daar elke keer alles met aan te prijzen, hoe hard dat hij ook elke keer naar de bar jaagt. Ik zou zeggen, een applaus. Aandacht, dames en heren. Mag ik jullie allemaal van harte welkom heten hier op deze fantastische oogstoet. Zeg het voort. Zeg het voort. Een applaus voor de heer Shanti. Ja, zo ging dat natuurlijk vreugde. Zo werd het nu gesprek. Noem het voor Twitter. Facebook, dat is natuurlijk veel sneller, maar dit heeft natuurlijk ook wel een jaar te horen. Dat is geweldig, als je dat zoals u zegt. Want ik heb me geuit wanneer ik keek wie ik dat voelt van de stad zo Brugge. Vroeger gingen de mensen die naast met de klapper langs de deur, met Porsche. Dat werd er misschien beter als mee. Dat wordt ook zo graag. Dan kwamen de mensen die naast en dan kon ze een eentje geven op het gaan. Ook zo graag. Dus vandaar dat het nu dus deze tractor geworden is. En de achterwerp is aankomen. De Shanti van Hans is proficiat. Hij heeft ze ervan genoten. De zusters schitteren ook samen met ons. Simon Schoonse kunt in nieuwe exercitie gewapend in de wacht. Nee,
keeper dat aan de ene van die zaak behield. Want Keizer, dat beste die het ganse leven. Ja, het ging meteen op de 1 hier voor Beertrekken. We worden het spel gegeven, dus we moeten even op gaan letten. Die reuze van de Belgische stad Beveren. Deze groep is geadopteerd door L1. En de juiste reus wat je voor wie zit komen is Sefke de Puitenslager. En voor de benaming Puitenslager, dat bestaan eigenlijk twee verklaringen. Een gelegenheidsproef van schamele lieden die de rekenu met puitenpilletjes bevoorraden. En wat zijn puitenpilletjes? Dat zijn dus blijkbaar kikkerpilletjes. Het voortdurend met of het waarde. Nou, wat het ook zou kunnen betekenen, is het voortdurend met een rietje of een zweepje op het wateroppervlak van de kasteelwallen slaan, zodat die kikkers s'nachts niet gingen brullen. Dat heb je toch een prachtig beroep of meer? Dat dacht ik. En daarvoor dan zit je dan met een rode mantel en dan zit er hier die dame met de zonnegroen. Dat is Diederik en al de Gonde. En dat is Diederik de mooie vriend van Philips van den Elzas. Alle Gonde worden de gade van Diederik de Driede. Nee, kom. Ja, we hebben het allemaal. Sieske de Schipper, daar heeft hij ook nog een voorzien. En deze naam wordt gegeven als herinnering aan de vroegere hoofdman van het Schippersgilde in Doel, een Sieske de Lee. Die doet toch niks? En we zien hem hier met de rijk in de hand, rood kruis op zich. En dat is Roste Brigand. En Ros kwam van de naam Rospoppen en betekent roodharig. Die gebroed wordt ten einde van de jaren 48, 58, wie de helft van de baby's in Haastoms Rospoppen worden. Brigand verwees naar het boerenkrijg, hoe in Haastom een belangrijke rol speelde. De brigands waren de boeren die in opstand kwamen in het Franse bewind van 1798. En de volgende reus, of eigenlijk reuzin, dat is Regina van Melselen. En deze reuzin stelt een aardbeiensoort die in Melselen geteeld wordt. En die achteraan is even een kalosse melkboerinnetje. En dat stelt de vereeuwiging van de Pulpoldersveur. Het idee is ontstangen door de vroegere melk- en sokkerfeesten. Het kalosse melkboerinnetje is getrouwd met Sefke de Puitenslager, die wat gans veur opleeft van die reuzin. En de volgende reus, dat is Willeke Blok en dat stelt een blokmaker, de klompenmaker voor. Vuur of moer is een soort brandstof en dat is natuurlijk de vuurluiper van de steenkool. En weer sloten het reuzendom af met Lotte de garnalenleurster. En dat symboliseert het beroep van de vuile leurders en leursters die Kieldrecht in het verleden als Westersdorpje kenden. Lotte is de volksnaam van Ludovica. Een van de bekendste Kieldrechtse garnalenleursters. En die is gestorven in de jaren 60 van de vorige eeuw. Ja. En scène 2, wat komt er al aan, en dat is musiceren. Want muziek, dat maakt natuurlijk deel uit van ons dagelijks leven. Muziek maken, op wat voor manier dan ook, is vaak ook een deel van de opvoeding. Veel van ons zullen zich zeker nog de verplichte piano of blokfluitlessen nog wel herinneren. Voor de een een kriek, en voor de ander een basis van een hobby die met plezier veel jaren op kan werken. Vermaak in plaats voor muziekvereniging van Vader van jou, uit het Belgische thank you.
Jackie! Ja, dat is raar. Koning met de kattenpieper.